De minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft grote plannen met betrekking tot de agrarische ontwikkeling van het dorp Genghis Tong te boven Suriname. Tijdens zijn werkbezoek aan dit dorp overhandigde hij landbouwmateriaal aan het bestuur van Genghis Tong ten behoeve van de gemeenschap. Op de eerste plaats hebben wij in een gemeente dorp Genghis Tong te bezoeken, waar een verzoek binnenkwam van twee kapiteins om te kijken naar mogelijkheden om de veeteelt daar te stimuleren. We weten allemaal dat voor het binnenland, tenminste het binnenland is totaal onbekend met veeteelt zelf, maar omdat zij vanaf Achoni, als je de rivier opgaat, het eerste dorp zijn, zij vinden zelf dat ze niet te ver van de stad zijn, maar en aan de andere kant hebben ze achter hun dorp een 3000 hectare terrein gemeenschapsbos hebben ze daar liggen, die ze graag in veeteelt zouden willen omzetten, slachtvee. Ik zei, luister, geen probleem, wij willen juist de productie stimuleren. Laten we kijken van hoe we daar een stap kunnen maken. Tenminste, op verzoek van de president hebben wij het dorp Asidonghope aangedaan. Daar woont de Grabang van het Saramakaans gemeenschap. En hij was gisteren jarig. Dus we hebben hem verrast met ons bezoek. En de felicitaties van de president overgebracht. Goedemiddag Grabang. U bent vandaag jarig. 5 fini deso. Tangas tesofara. Zo. Wel, in feite wordt nog deze tarief me kan verteren zijn ego in me. Adewan sani san me praxe takin o gado i bigi. Fu gimi a okasi fu tap sesta. Om dat bon furus mano kisa okasi dati. En waman takin so moi adak ano paye paifin. En ano woroko ye woroko fin. Maar gado als een faai duentori en nooit je maar begrijp voor zijn idee. Dus gado, gimme a voorrek tak me mak tap 60. En me tak en tangi, voor die a meke mogelijk. Het idee leeft van plant, verwerk en je gaat of in Paramaribo verkopen of je gaat exporteren. Het lijkt makkelijk, het klinkt makkelijk, maar zo makkelijk is het ook niet. De discussie is meer gevoerd in de richting van toerisme. Hoe kan de landbouw hier in Sipaliwini ten dienste staan van het toerisme? En hoe kan het toerisme ten dienste staan van de landbouw? En daarbij zijn er wat ideeën uitgewisseld van hoe kunnen we toerisme stimuleren? Dat is 1. 2. Stel dat je een dorp hebt met 300 inwoners en je zet wat van die huisjes daar neer voor toeristen die daar kunnen logeren. Dan heb je daarmee op de eerste plaats een werkgelegenheid gecreëerd in zo'n dorp. Mensen die dan al die die kabala's onderhouden. Ten tweede, je kunt daar ter plekke in zo'n dorp dan de mensen dusdanig mobiliseren dat ze gewassen gaan kweken. En planten waarmee ze meteen dan die toeristen kunnen voeden. Dan is de afstand tussen de producent en de consument misschien maar een paar meters. En je hebt het eindproduct welke je nu biedt aan jouw consument. Dus je hebt zoveel waarde toevoeging meteen gehad, dat waar een product misschien $1 per kilo zou opbrengen, nu misschien $15 of $20 opbrengt. Dat is het idee waarmee wij gespeeld hebben. En vanmorgen in de discussie met de Grabang. Hij gaat verder intern communiceren met zijn structuren. Wij nemen ook wat huiswerk mee naar Paramaribo. En we hebben beloofd dat wij ergens over een maand, midden februari, weer de koppen bij elkaar steken om dan verder te praten over de vervolgactiviteiten.
schreef een minister naar een delegatie voor LVV kon voor versterken van jouw fijne autoriteit. Wel, in feite bijna, ik kan dat nog bijna, dat nou een hoogtepunt. En P, minister, geef me present voor president, alhoewel ik nog op eten. Tak president zijn tak Odi. En als ik feliciteer naar een AD. Ik kan dat misref ko in een rij voor kiezen felicitaties tegen verjaardag voor president. Want ik zat dat ik doe. En ik ben een doggy. Dus in deze revue, ik schreef ook in een rij dat. Ik maak je vier boom. Ik maak je vier boom. Nummer 1, de eerste burger van Sranang. Praxeer je die je verjaardag. Nou, wat begin je niet? En een regering, dus een president naar regering. Dus ik denk je, dus de denk je ook te voor ontwikkelen aan binnenland, voor ontwikkelen voor de alles maar sa de jana boven Suriname. Van je vindt dat die? Wel, dus na dat die na ouder ook schrijven samen op sa, omdat zo voor jaren op sa we kragen, we bari, we jumpen, we pussen. Maar je ziet dat de ontwikkeling niet opgaan. Meestal is dat omdat de regering nog niet. Maar als het is omdat Afara, San Ufara voor het centrum, voor Paramaribo. En ik denk dat alles zijn Tjakonja. Bijna je pay zoveel maal aan transportkosten. Dus dat moet je niet doen. Pas in Okondoroja. Dus als het makkelijk vindt, oké, ik pot om mijn ton zijn dat ik rijden ga drapen. Dan heb ik het over zwaar materieel. En even ik transporteer zwaar materieel, want ik heb het over ontwikkeling. Dat, ja, van je ontwikkeling, je schrijft, even naar je anoyum do alasani. Puur naar je anoyum do alasani. Nou, als het zijn de mogelijk, moro in een piste. Fossi. Ube doen want dat no bede. Maar nou machine konde, equipment de, san ik kan gebruiken voor meka ontwikkeling, go moro snel en moro efficiënt. Dus mi vind dat ook toe den dat die umus ma set in ja. Fu verlekti a tranga uroko san, vooral de umas ma e uroko. Dus ef mi praxeri a uroko san wan vrouw e uroko ala dei. Mi ati e brudu. Kunt u ons in het kort vertellen hoe u bent u er naartoe gekomen om dit project te trekken en hoe was de ontvangst van het ministerie? Hebben ze u geholpen? Even correctie. Ik ben de trekker aan de kant van de Grama Albert Aboikoni in samenwerking met het ministerie van LVV. Ik ben hier opgegroeid in het binnenland. Ik ben gewend landbouw te doen op de oude manier. Maar misschien door het trekken door de wereld zie je hoe andere mensen het doen. Toen hebben we bekeken dat het oude manier om met de hand de dingen te doen, kost zoveel energie en de opbrengst is nihil. Zodoende zijn we gaandeweg met het ministerie van LVV in gesprek gegaan om modernisering toe te passen in onze landbouw, agrarische. Dus ik moet niet zeggen landbouw, want het is agrarische. We denken aan landbouw, veeteelt, pluimveeteelt, visteelt enzovoorts. Maar we beginnen met gewasteelen. Groenjang. Bekend in Suriname, bekend bij ons. Soete patat, napi, tajer, xaba, hegron, alesi. Daar zijn we mee bezig. Ja. En wie is op het idee gekomen voor hegron, alesi? Daar zijn onze voorouders mee vanuit de slavenplantages weggevlucht naar het binnenland. Dus al ruim 300 jaar planten we hegron alesi. Mapansa en de sterke Maronvrouwen, die hebben dat geïntroduceerd. We zijn ermee opgegroeid. En nu willen we het op een hoger niveau tillen. Grootschaliger, maar het gewas willen we wel beschermen. Ik ben een kwakino. 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 Ik
mi manu koti gondami no hem tapan di alisi no di alisi aki kwende ganse be fukum to Africa ma panza kwenya komoto no di aki en kono Africa da ure bakami no utapandi no kwe utalibi no di omi aki hem koti di gondami no di alisi bi de wa goson to alisi wa suti alisi da uganse be so ni lowe ma panzu nyanya no so no mi ta koti te mi pandien ka no mi ta kotien no mi den no mi sakuin no mi naki amata ti aweti no boi no mi kude mi umnya kude fami no so abide di ase da sa makali si nda luwe ma panzu nyanya ma panza tien ko dao. We waren bezig met de LVV met een project op Gengistong om dan een tweeteelt te doen. En we waren zover geweest dat de minister moet komen oriënteren. En gelijk was er ook een verjaardag van de Graman des Amakanes. Hij is 60 jaar geworden. En de minister zou ook naar daar moeten reizen om de felicitatie te doen namens de president aan de Graman des Amakanes. En in die hoedanigheid zijn we hier. En dat is de bedoeling van deze delegatie naar boven Suriname gebied. Kunt u ons wat meer vertellen over het agrarisch project de Gengistong? Ja, dus het agrarische project, ik heb een aantal gesprekken gehad met de minister. En in feite zou Gengistong een voorbeeld moeten zijn van die andere gebieden, van die andere dorpen op de rivier. En hiermee willen de regering ook bewijzen dat wij als Ramakanes ook koeien kunnen kweken, schapen en keiten. En dat we ook naast die landbouw wat we doen, die Higro en Lazy en wat we planten, dat we ook iets anders kunnen doen. Want als je bezig bent om koeien te kweken, dan ben je bezig ook geld te sparen. En dan spaar je ook financiële middelen. En dan kunnen we dat aanleren. En ze willen dan Gengistong gebruiken om verder met die andere dorpen verder te gaan.